loop. Ja. Voorpagina, Marcel. Even aankondigen dat we live hier de redactievergadering hebben. Hey, hallo, daar zijn we. Live redactievergadering. We hebben de kopijlijst voor ons. Ja. En we beginnen bij de voorpagina. Ik zie een interview. Ja, we hebben dat interview met Weerwind. Dan moeten we even bepalen of we dat op de voorpagina zetten. Of binnenin de krant. Ja, ja. Dat ja. vind jij? Het lijkt mij leuk om in ieder geval een goede foto van de burgemeester op de voorpagina te hebben. Het leek mij ook leuk dat je hem aankondigt van nou binnen in de krant staat daar een interview met de burgemeester. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb het al gescand, bekeken het interview. Erg mooi interview, erg leuk dat hij erin staat. Dus dat is de VP van komende week. Ja, nou dan verder zie ik dat er verder interessante dingen over camping Waterhout en de sport. Ja, is ook goed. Ja. Zit vol. Ja. Komt een mooi interview met de spits van Almere City. Oké. Ja, dat is leuk. Dat is leuk, zeg. Ja. Die ken ik niet. Nou, en dan hebben we veel kerstnieuws over wat er allemaal te doen is met kerstmis al. Alle dingen die al in de voorbereiding zijn. Afvalscheiding zie je. Afvalscheiding, ja. En in de wonen stuk ook wel leuk over de Pigmenthof. Hè, wat gisteren in de politieke markt is besproken. Ja, dat die grond zo verzakt. Ja, dat is een mooi verhaal geworden. Ja. Kijk eens op de 3. Pagina 3. Even kijken, een commentaar. Commentaar over de politieke markt. Over de politieke markt. Nou, dat zal wel weer ijzer veroorzaken. Wat een mooie krant, denk ik. Denk het ook wel, ja. Hoeksteentje nog erbij. Hoeksteentje erbij van Robert. We zitten aardig dicht. Wat een mooie krant. Veel leesplezier.